Dus Fiets zegt, dankjewel. Maar ik pas niet in dat holletje. En ik wil ook helemaal niet bij jullie schuilen. Ik wil rennen! Fiet wil rennen, zo heet het prentenboek van het jaar waaruit schrijfster Bibi Dumontak vanochtend kwam voorlezen in deze boekenwinkel in Den Bosch. Allemaal vanwege de start van de Nationale Voorleesdagen. Want voorlezen is goed voor het kind. Je merkt het gewoon, als kinderen voorgelezen zijn op school, dan hebben ze een betere woordenschat, ze hebben meer woordenkennis, ze hebben zelfs ook meer algemene kennis, omdat ze veel meer vragen naar de betekenis van woorden. Dus het is gewoon echt, het geeft gewoon veel voorsprong op, het is gewoon goed voor de ontwikkeling. Maar niet iedere ouder heeft evenveel tijd of talent om voor te lezen. En misschien wel daarom gaan de zaken zo goed bij luisterboekenproducent De Kunst in Tilburg. Ze lagen op hun buik op het dak. Het was bijna november. In de tuin dwarrelden wat bladeren. Nou, welkom bij De Kunst. Dit is onze complete collectie van luisterboeken. Wij zijn nu een 5 jaar bezig. En we hebben nu ondertussen ruim 200 titels uitgebracht. En wie koopt dat dan? Zijn dat hele luie ouders die niet voor willen lezen of zo? Nee, ik denk iedereen. Eigenlijk elke ouders. Ook ouders die veel voorlezen. Maar ja, op de momenten dat ze zelf geen tijd hebben om voor te lezen, dan is een luisterboek een hele mooie aanvulling. Bijvoorbeeld in de auto, onderweg, naar de vakantie. En daar spinnen jullie garen bij? Ja, dat gaat redelijk goed op het moment. De Nationale Voorleesdagen duren nog tot 29 januari. En ouders zonder tijd of voorleestalent, een cd'tje kan dus uitkomst bieden.